Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een extra video voor jullie. En een video waarvan het voelt alsof het heel lang geleden is dat ik die heb opgenomen. En dat is namelijk een hele grote Naked vlog. Ik heb weer voor 500 euro dingen mogen uitzoeken bij Naked. En er zitten echt heel leuke dingen tussen. Als jullie deze video zien, vrijdag de 20e ga ik naar Parijs. Dus daar heb ik ook wel dingetjes voor uitgekozen, ook voor het uitgaan. Maar we gaan ook een avondje uit als het goed is. En ik heb natuurlijk ook weer voor jullie een hele leuke kortingscode. Maar die zal ik eventjes in beeld zetten en aan het eind van de video benoemen. Dan gaan we eerst de items eruit halen. Er zit echt heel veel in. Ik al zei, heb ik dus voor 500 euro mogen bestellen. En daar kan je best wel dingetjes van uitzoeken op Naked. Ik ga beginnen met deze trui. Voor de mensen die mijn weekvlogs kijken, die weten dat ik dus bij Moda ook zo'n trui had besteld. Maar toen had ik daarna mijn Naked bestelling geplaatst. Dus die andere trui heb ik retour gestuurd. Omdat ik wist dat deze eraan zat te komen. En dat is deze wit gestreepte trui. Ik vind hem echt heel erg leuk. En die kwaliteit voelt echt heel erg lekker en goed aan. Ik heb deze in een maat XXS, omdat het er stond op de site dat hij al best wel oversized viel van zichzelf. En deze vind ik echt heel erg leuk. Ook leuk met een zwarte leren jas of iets eroverheen. Hele leuke mooie trui. Dus hier ben ik heel erg blij mee. De kwaliteit van deze trui voelt zo goed en lekker zacht. En ik weet niet, echt als een goede trui. Misschien had ik hem leuker gevonden als ik hem toch nog een maatje groter had gedaan. Maar op zich zit hij al best wel oversized voor een XXS. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk met bijvoorbeeld een zwarte leren broek of een zwarte leren broek. Spijkerbroek kan ook. Kan eigenlijk overal mee. Het is gewoon een goede basic om in je kast te hebben. Echt heel erg leuk vind ik deze. Dan heb ik iets uitgekozen wat echt heel zomers is. Maar ik zag het en ik vond het zo leuk. Dus ik dacht, nou, ik bestel het gewoon. Dat is dit gele tube topje. Maar ik vond vooral dat stofje heel erg leuk. Dat patroontje die erin zit. En in de zomer vind ik geel dus echt heel erg leuk. Dus ik dacht, weet je, ik bestel hem gewoon lekker. Heb ik hem alvast voor volgende zomer. Ook deze heb ik weer in een XXS. En dit zag ik helemaal voor me leuk op zo'n lange spijkerrok of met een linnen witte broek. Ik denk dat dit wel heel erg leuk is. En ik heb dus ook afgelopen zomer een nieuwe strandtas gekocht. En die is dus ook met geel. Dus ik vind het opeens geel natuurlijk helemaal leuk. Nee, maar ik vind dit topje heel erg leuk. En hier aan de voorkant zit hij met zo'n draai. En verder zit er best wel veel rek in eigenlijk. Dus ik ben benieuwd of ik deze ga passen. Ik denk het wel. Maar dat is deze. Dan een topje die ik de komende tijd even nog niet ga dragen. Maar die ik wel echt heel erg leuk vind. Ik ben ook blij met de maat die ik heb gekozen. Ik vind mezelf er nu echt even iets te bleek voor die gele kleur. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur voor, ik wil zeggen straks in de zomer. Maar dat duurt gewoon nog een jaar. Voor over een jaar in de zomer. Echt heel erg leuk. Ook met van die kettingen zo erbij. Ik zie het al helemaal voor me met een leuke witte linnen broek of zo. Dan iets waar ik geen aanbeeld van ga doen. En dat is een soort BH'tje. Maar ik dacht, dit vind ik best wel leuk. Oké, nee, dit kan ik niet zonder. Dit is wel echt een BH. Maar het is wel heel erg mooi. Ik dacht eigenlijk, misschien kan ik dit aan onder een blazer of zo. Vind ik wel heel erg leuk. Maar het is wel iets te naakt voor onder een blazer. Maar dit is een heel erg mooi kanten BH'tje. Een beetje een bralette-achtig. En ik vind bij Naked dat ze altijd echt best wel mooie bralettes en dingen hebben. Ik heb er ook al een paar van Naked. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Jullie gaan dat alleen niet zien. Ik wel. En ik heb deze in een maat 70C. Want dat is mijn eigen cupmaat. Dus ik dacht, dat moet wel goed zijn. Ik heb ze wel een beetje groter uitzien. Maar we gaan het zien. Dan heb ik nog twee topjes die hetzelfde zijn. Alleen een andere kleur. En bij deze dacht ik ook, is misschien ook wel weer leuk voor het uitgaan in Parijs. En dit kan denk ik op zich wel met een blazer. Misschien moet ik er wel een BH onder doen. Omdat het anders wel erg doorschijnt. Dat is deze bralette ook weer. Ik vind deze echt heel erg mooi met van die dingetjes bij je mouwen. Hij ziet er wel best wel groot uit. Ik heb hem in een maat XS genomen. Maar ik denk dat hij op zich wel moet passen. En ook als ik er nog een BH onder doe. Want kijk, dit schijnt echt helemaal door. Dus daar moet wel echt iets onder. Maar heel erg mooi. En aan de achterkant gaat hij gewoon dicht met zo'n BH-sluiting. Heel erg leuk vind ik die. En die heb ik dus ook nog in een beetje een blauwe kleur. Ik dacht, dat vind ik best wel vet ook op een spijkerbroek misschien. Oeh, heel mooi vind ik deze kleur. Het is ook een beetje een soort van denimblauwe kleur. En dat is deze gewoon precies dezelfde als die zwarte, maar dan dus in het blauw. En kijk, nu zie je ook wel goed dat die wel echt heel erg doorschijnt. Dus je moet wel echt wat onder. Ik kan er eventueel misschien van die tepelplakkers onder doen. Maar ik vind dus ook dat dat af en toe gewoon een beetje doorschijnt. Omdat die tepelplakkers zijn niet dezelfde kleur als je huid. Althans, bij mij zijn ze niet dezelfde kleur als mijn huid helemaal. Dus dat zie je af en toe ook nog even. Een beetje doorheen. Maar volgens mij heb ik dus ook een BH in deze kleur. Dus die zou er eventueel ook nog onder kunnen. Dat is deze ook in een XS. Ik hou even mijn handen ervoor. Want hij schijnt een beetje door. En ik heb er even niks onderaan. Maar dit is dat topje. Ik vind het wel echt heel erg mooi. Alleen het enige is. Deze bandjes kan je dus niet verstellen.
En ze zitten dus best wel een beetje los. Ik had hem eigenlijk wel ietsje strakker willen doen, zodat alles even iets meer omhoog zat. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. En ook bijvoorbeeld met een blazer eroverheen of zo. Vind ik dit wel echt een heel erg leuk topje. En dan precies dezelfde natuurlijk, maar dan in die blauwe kleur. Vind ik ook wel heel erg leuk op een spijkerbroek zoals dit. En dit is hem aan de achterkant. En met dit is weer gewoon precies hetzelfde verhaal. Dat die bandjes een beetje los zitten, maar er zit op zich wel elastiek in. Dus het blijft wel zitten gewoon, maar ik had het liever iets strakker willen doen. Maar goed. Dan ga ik maar door met een topje die ik ook misschien voor het uitgaan van Parijs heb uitgekozen. En dat is dus ook weer zo'n soort top. Alleen deze is dus iets minder naakt, denk ik. Maar het is dus deze. Ik vond deze echt zo mooi. Je hebt dus al van die voorgevormde cups erin zitten. Wat ik dus eigenlijk wel heel erg fijn vind. Want dat vind ik altijd net even iets mooier staan bij mezelf. En verder, ja, het is een beetje een soort satijnspeelachtig. Verder is het gewoon eigenlijk een corset. Heel erg mooi. En die bandjes kan je gelukkig ook verstellen. Want soms bij sommige merken en dingen kan dat niet. Bij Naked kan dat eigenlijk wel altijd. En dat vind ik gewoon heel erg chill. Omdat soms zijn die bandjes bijvoorbeeld bij de Zara zijn ze gewoon echt te groot. En dan kan je ze niet aantrekken. Dat vind ik zo zonde. Dus deze vind ik ook echt heel mooi. Dan deze top. En ik vind het wel heel erg mooi. Maar ik vind wel dat dit heel laag zit. Of zij drukt echt alles soort van naar beneden. Ik zou hem liever een beetje zo willen. Maar ik denk dat dat ook gewoon een beetje het model is van de top. Verder vind ik hem wel echt heel erg mooi. En zit hij qua maat ook wel echt goed. En zo zit hij dus aan de achterkant. Dan loopt hij soort van een beetje af. Aan de achterkant is hij dus korter dan aan de voorkant. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor met een blazertje of zo eroverheen. Verder heb ik wel dingetjes uitgekozen wat wel iets meer winter is volgens mij. Ik heb hier allereerst een zwart topje volgens mij. Oh ja, dit vind ik heel leuk voor uit eten of zo. Het is gewoon een zwarte top met één mouw en één zonder mouw. Maar het is allemaal een beetje van die plooitjes hangen. Ik vind dat er best wel chic uitzien als je dan die top zo hebt en mooie oorbellen in. Met een mooie spijkerbroek en een paar hakjes of zo eronder. Ik vind het wel heel erg leuk daarvoor. En ik heb deze in een maatje XXS. Ik vind er nog best wel groot uitzien, want hij rekt ook best wel mee. Maar dit soort dingen zijn eigenlijk altijd top in je kast te hebben voor als je uit eten gaat of iets netters hebt. Want je kan er bijvoorbeeld ook een pantalon onder doen. Maar voor een feestje kan je er weer een leer rokje onder doen of iets. Dus deze. En deze top, zoals ik zei, gewoon heel erg netjes en altijd goed voor als je bijvoorbeeld uit eten gaat. En ik vind het gewoon heel erg een mooi extraatje. Ik weet niet of je dat op beeld goed ziet, maar dat hier nog een soort extra flap overheen hangt. Verder sluit hij ook echt heel erg mooi aan. Het is lekker zacht stofje, niet te dik. Dus je gaat er ook niet zo erg in zweten. Ik moet zeggen, ik draag eigenlijk echt nooit meer van dit soort topjes. Met één arm niks en de andere arm wel. Vroeger wel wat meer. Maar ik weet niet, ik vond deze wel heel erg mooi. En een keertje wat anders of zo door die flap erbij. En soms als je bijvoorbeeld uit eten gaat, weet je gewoon echt niet wat je aan moet trekken. Bij mij eindigt het echt altijd in een shirtje met een blazer. Maar dan is zoiets ook wel een keertje leuk. Dan heb ik echt een heel erg lekker vest. En ik heb dus laatst bij de Zara heb ik dus een soort van kort vestje gekocht. Dat hebben jullie ook in een weekvlog kunnen zien. En toen zag ik deze dus bij Naked. En toen dacht ik, ik vind dit zo leuk. Als je lekker zo'n longsleeve eronder aan hebt, laat je hem een beetje open hangen. Ja, ik zag dit helemaal voor me. Het is ook echt een hele mooie beige kleur. Een mooie kleur. Ik heb deze in de maat XS. Hij pluist wel heel erg. Dus ik denk als je hier zwart onderaan hebt, dat je echt al die pluisjes op je zwarte shirt ziet. Maar met een mooi wit shirt of zo eronder vind ik dit wel echt heel erg leuk. En dan lekker spijkerbroek, ups. Helemaal leuk vind ik dit. Dit vest vind ik heel erg leuk met bijvoorbeeld een wit shirt eronder. Maar vind ik ook gewoon zo heel erg leuk dat je hem iets meer zo draagt. En dan gewoon dicht. Bijvoorbeeld met een shirtje zou ik hem weer wat meer open dragen. En die mouwen zijn ook lekker lang. Kan je sowieso lekker om je handen heen doen in de herfst als het lekker koud is. Ik vind dit heel leuk. Ik vind het ook echt een mooie kleur. Mooie. Het is echt een mooie beige kleur. Ik ben hier echt heel blij mee. Van de achterkant zit hij zo. Dan heb ik weer twee topjes in een andere kleur. En ik ga even beginnen met de witte. En volgens mij, ja, dit is een soort badstof spulletje. En ik hou dus echt heel erg van badstof. Mijn hoeslaak van mijn bed is dus ook van badstof. Ik vind het gewoon echt heel erg lekker. En dit topje is dus ook van badstof. Ik weet niet of je dat op camera heel goed kan zien. Maar echt heel erg leuk vind ik deze. Het is gewoon een off-shoulder top. Zo. Ook dit kan je echt weer op verschillende manieren dragen. Met een spijkerbroek, met een pantalon, met een rokje. Met een lange rok. Je kan het echt overal mee combineren. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Het is best wel simpel. Maar als je er een paar leuke sieraden bij doet, is het toch al gauw best wel netjes en leuk genoeg of zo, vind ik. Deze. En die heb ik ook weer in een maatje XXS. Deze top vind ik echt heel netjes en mooi of zo. Ik weet niet. Ik vind dit gewoon heel erg mooi dat je zo van die blote schouders hebt. En dat die bij je rug ook zo laag zit. En dit stofje rekt dus echt best wel mee. Het zit echt best wel lekker. Dat badstof
Dus deze vind ik heel erg leuk. En ik kon niet kiezen tussen de bruine of de witte. Dus ik heb ze gewoon allebei gekozen. Het is een beetje een soort paarsbruinige kleur. Wel echt heel erg mooi. Dus deze. Echt een heel erg mooi kleurtje. Ook deze heb ik weer in een XXS. En is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de witte. Dit vind ik bijvoorbeeld ook echt een mooie kleur met zilveren sieraden of zo. Bij het wit zou ik dan misschien eerder goud doen. En bij deze kleur weer eerder misschien zilver. Vind ik wel heel erg leuk. Omdat het een beetje een coole kleur is. Dus dat is deze. En dezelfde top, maar dan in die andere kleur. Een beetje paars-bruinachtig. Vind ik ook echt heel erg mooi deze kleur. Verder gewoon natuurlijk weer precies dezelfde top. Dus ook weer dat hij zo laag zit hier vind ik gewoon heel erg mooi. Maar ook deze kleur. Ik ben blij dat ik allebei de kleuren heb gekozen. Volgens mij ben ik er best wel snel doorheen gegaan. Want ik ben alweer bij het laatste item aangekomen. En dit is ook een heel erg leuk item. Dat is namelijk deze lange trenchcoatjas in deze bruine kleur. En ik vind dit de laatste tijd echt zo'n mooie kleur, chocoladebruin. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt zo'n herfstkleur, maar wel nog gezellig of zo. Omdat het een beetje een warme kleur is. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar het is gewoon een hele lange trenchcoatjas. Ik zal het zo meteen op de aanbeelden wel beter laten zien. In de maat 32. En volgens mij is deze van zo'n... Oh nee, is van Naked zo. Ik hoop dat deze past, want Naked valt altijd best wel groot. Ik heb eigenlijk bij Naked altijd maat 32 en XXS. Tenzij er bijvoorbeeld op de website iets anders aangegeven staat bij het model dat het klein valt of dat het groot valt. Vaak kijk ik daar gewoon naar en dan baseer ik daar mijn maat op. Maar eigenlijk heb ik altijd wel een 32 of een XXS. En dat zit eigenlijk altijd top. Alleen bij jassen kan het soms nog een beetje groot zijn. Dus ik hoop dat deze goed zit. Maar dat gaan we zo zien. De jas zit qua maat eigenlijk echt perfect. Ik ben heel blij dat ik een 32 heb genomen. En er past dus ook nog makkelijk een trui onder. En ik vind deze kleur gewoon echt heel erg leuk. Voelt ook echt heel lekker zacht aan. Ik vind het echt een hele mooie jas. Ik vind hem ook niet te lang. Ik weet niet of jullie dat op beeld kunnen zien. Ik denk niet dat hij te lang is en ook weer niet te kort. Gewoon echt een goede, lekkere herfstjas. Ook leuk met zo'n grote sjaal of zo eromheen of muts op. En ik vind het ook heel erg leuk staan zo... Met deze kleuren. Dit waren alle items die ik van Naked heb mogen ontvangen. Ik ben er in ieder geval al super blij mee. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Dat ga ik zo meteen doen. Hebben jullie al kunnen zien. En ik heb natuurlijk voor jullie ook weer een kortingscode. Want met de code Fleur Griekse IT krijgen jullie 30% korting tot en met 27 oktober. Over de gehele website, over alles. Of je nou een nieuw klant bent of een terugkerende klant. Iedereen krijgt 30% korting. Dus dat is echt super veel. Ik zal alle linkjes ook van alle items die ik uitgekozen heb bij Naked in de beschrijving zetten. Ik zal de kortingscode nog een keertje in de beschrijving zetten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende.